Daar ben ik weer. Dit keer bij het kasteel van Belle van Zaren. Als vrouw vrienden daar omheen dat kon permitteren, dan straalde alleen al haar rijkdom en macht eigenlijk uit. Hier zie je Hendrik Jacob, hier is Anna Elisabeth en dit zijn hun twee kindertjes. Ze kregen namelijk samen eerst mij dan. Engelse is nu een gezien. Ja, drie jaar geleden had ik een Engelse studenten en die waren helemaal lyrisch van de Londen nieuws. Ze zeggen, we hebben het op school geleerd, we hebben het in Engeland nooit gezien. En dan zie je hier. Ja, die hebben ze niet bijzonder gekregen. Wil je een knopje uitdrukken? Deze? Het kopje uitzetten hoor. Vlakbij Hillegom, de Heemstede moet ik zeggen. Bij Velzen is er ook nog eentje. In Schavenland. Wat zegt u? Schavenland. Bij Natuurmonument staat er ook in. En in, volgens mij bij Heesen ook. Dat is altijd bij een kasteel? Die slangenmuren zijn meestal bij het kasteel. Kijk, dit is natuurlijk een hele... De Hermans. Vader van drie kinderen. En die vond het geweldig. Want ze zaten alleen op het gesprek. En dat was wat zij wilde. En toen zij namelijk haar ouders ontdekten dat zij hem stond. En later gaan. En toen dat de dans afgelopen was, is zij van de. En bij zo'n kasteel hoort een grote tuin.